Kijk, een van de redenen waarom zij dit boek geschreven heeft, is, zijn twee redenen, belangrijke redenen in ieder geval. Nou, misschien wel drie. Eén, voor de dochter. Twee, als testament. Maar drie, ook eigenlijk voor de veiligheid. Ik bedoel, laat het verhaal maar buiten komen. En dan weet ieder geval, als er iets met mij gebeurt, naar wie ze moeten kijken. Heb jij ook het gevoel dat het ook voor jou beter is dat dit boek is uitgekomen? Dat dit verhaal helemaal naar buiten is gekomen? Voor jouw eigen veiligheid? Nou ja, ik denk wel dat, zoals ze dat in politietermen noemen, de zaak van Willem zo langzamerhand wordt stuk gemaakt. Hè? Dus zo noemen ze dat in politietermen. Als iemand snode plannen heeft, een aanslag wil plegen, dan maken ze dat stuk. Kijk, er zijn nu denk ik niet veel mensen in de onderwereld die, ja, die het nog aandurven om dat op zich te gaan nemen. Ik denk dat Willem Holleder door dit boek, maar ook door de publiciteit die de afgelopen twee jaar rond hem is losgekomen, de tape die we hebben laten horen, dat die behoorlijk is afgebrand. Hè. Hij was natuurlijk in bepaalde kringen best populair geworden, maar door dit boek en zo is die afgebrand en krijgen mensen zijn ware gezicht te zien. Nou, een van de belangrijke redenen voor het boek is ook de moord op Cor van Hout. Voormalige partner van Willem Holleder, jouw vriend, daar ben je ook heel open over geweest altijd. Hoe ervaar je die stukken als je, zoals zij over hem schrijft, want dat is bijna alsof hij geen crimineel was? Nou ja, Cor was natuurlijk een boef. En dat gaf hij ook altijd zelf toe. Hij deed geen moeite om dat te ontzenuwen of zo. En zo heb ik hem ook altijd gezien. Maar daar ging onze vriendschap ook helemaal niet over, natuurlijk. Hij was daar altijd eerlijk in naar mij toe. Van ja, ik ben nu eenmaal een boef, kan niks anders. En ik vind niet dat hij in het boek als een heilige wordt afgeschilderd of zo. Hij wordt afgeschilderd als iemand die zij heel goed kennen en die ik ook heel goed gekend heb. En daarbij is het niet nodig om zijn misdaden enorm te belichten. Maar die kennen we wel, de Heineken-ontvoering. Nou ja, kijk, hij wordt natuurlijk afgezet tegen Willem Holleder. En het verschil tussen Cor van Hout en Willem Holleder. Het is ook een verschil van dag en nacht. Ja, het gevoel van de een en de hardheid van de ander. Ja, absoluut. Ja. Wat denk jij dat dit boek zal veroorzaken nog verder, Peter? Er zijn de advocaten van Holleder hebben al gereageerd. Die vonden het opvallend dat er überhaupt nu wel gesproken werd waar het voorheen niet was. Mora heeft gereageerd, de advocaten van de vrouw. Die hebben gezegd, ja, wat een onzin. Het is ook onzin. Dit is een boek van Astrid Holleder. Wat zij gewoon als vrij persoon in Nederland heeft geschreven. En ze speelt ook een rol in het proces. Maar dat wil niet zeggen dat je over jouw leven en wat jou is overkomen, wat je familie is overkomen, dat je geen boek zou mogen schrijven. Als die advocaten van Holleder dat willen bepleiten, ja, dat lijkt me een hele zwakke zaak.